Zo, oepa. Ja, kom eraan. Sorry. Ja, oh, fijn. Ja. Ja. Iets te veel taartjes. Jongen, jongen, jongen. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma Lijf en Liefde. Het programma waarin we op zoek gaan naar antwoorden op al jullie vragen over je lijf, over... liefde. En over... seks. Yes, ik ben Judith. En ik ben Sebastiaan. Vandaag gaan we het hebben over de vulva. De wat? De vulva. Vulva? Ja. Dus dan kun je iets invullen? Nee, nee, nee. Nee, we gaan het hebben over de vulva. Dus het wordt ook wel kut genoemd. Oh. Of vagina. Dat is ook wel een woord wat veel mensen gebruiken. Ja, dat ken ik wel. Vagina? Ja. 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 Of er zijn eigenlijk ontzettend veel woorden die gebruikt worden. Maar jij noemt het de vulva. Ja, de vulva. Okay. Eigenlijk is dat het juiste woord om te gebruiken. Veel mensen kennen het woord eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Maar dat is eigenlijk wel hoe ze heet. Ze? Ja, ja, bij de penis heb je het vaak over hem. En, bij de vrouw. Vulva is het over... Ja, dat hoort bij een vrouw. Oké, okay. Ja. Interessant. Hé, hey, maar ik dacht, hoe kunnen we het nou vandaag over de vulva gaan hebben? Ik heb iets leuks bedacht. Je kent mij, hè? Je kent mij. Ik bedenk altijd... We leggen een spiegel op de grond neer en we kijken ernaar. Kijk. Ja, daar komt het al. Al klei, hè? Ja. Nee, vorige keer hebben we gekleid. Ja. Ik denk, nou, nu... kom je met die uniek samen. Oh. Nou, kijk. Dit zijn... cupcakes. Ja, dat klopt. Dit zijn cupcakes. Vers gebakken cups. Nee, even wachten. Oh. Want ik dacht, zullen we er gewoon cupcakes van maken? Cupcakes? Ja. Laat maar eens zien, met jouw kennis, hoe die eruit ziet. Dus ik dacht, we gaan cupcakes maken. Moet ik zeggen hoe dat eruit ziet? Nou ja, je mag het gaan maken. Wat wil jij graag? Wil jij een... Noem maar huidskleurig. Huidskleurig, ja? Ja, dat is eigenlijk, dit is ook huidskleurig. Ja, maar ik bedoel, ja. Een andere kleur. Andere kleur, huidskleur. Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, een andere huidskleur. Ja, oké. Okay. Nou, aan de slag dan maar. Heb je wel eens cupcakes gemaakt? Nee. Nee? Oh, ik wel eens. Is het ongeveer dit zo? Nee, we gaan geen penis maken, hè? Oh, nee. Nee. Dat ben ik niet zo gewend mee, dus... Het... Nee, ja. Ja. Oké. Okay. Nee, wat voor woorden ken je eigenlijk allemaal? Die gebruikt worden? Ik kan heel veel woorden van Dikke Van Dalen. Nee, maar voor de vulva. Voor de vulva? Ja. Welke woorden worden veel gebruikt? Welke woorden ken jij? De kut. Mm-hmm. En poes. Oh ja, dat is ook een goeie. Ja, poes. Ja. Mijn moeder noemde het vroeger je spleetje. Ken je dat? Nee. Het is wel meer dan een spleetje. Het is wel meer dan een spleetje, ja. Net zo goed dat het ook vaak, dat ook wel vaak het woord plasser gebruikt wordt. Ook wel voor de penis trouwens. Ja. Dat zeg ik ook altijd, ja, je kan er meer mee dan alleen maar plassen. Ja. Ja. Weet je wat ook vaak gebruikt wordt? Nee. Voor de vulva? Ik denk dat je me dat gaat vertellen. De voorbips. Vind je dat woord wel eens gehoord? Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Voorbips? Ja. Ja. Wil het een beetje gladde vulva wezen? Of? Oh, ik vind dat je een hele mooie gladde vulva maakt zo, ja. Ja. Wat een beetje gek is eigenlijk wel, is dat we voor de vulva eigenlijk heel erg veel verschillende... woorden en namen gebruiken. Mm-hmm. Veel meer als voor de penis van de man. Dat is eigenlijk best gek. Ja, waarom is dat? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Veel mensen vinden het een soort van gek om dat maar te zeggen. Of ja. Maar bij mannen is het dan niet gek? Ja. Ja, voor de man hebben ze het bij, als kinderen jonger zijn, hebben ze wel het woord piemel. Dat vinden de meeste mensen wel eigenlijk een heel normaal woord. Mm-hmm. Die van mij zit vastgeplakt op de tafel. Veel van is vastgeplakt. Het werd niet vochtig genoeg. Nee, of te vochtig juist. Oké, okay, nou, hoppa. Ja? Gaat het goed met die van jou? Ik weet het niet. Ik doe maar wat, hè. Wat doe jij nou? Ik maak een spleetje.
Oké, okay, ja, ik ben onervaren, hè? Ik heb er even een gleufje in gemaakt. Je hebt er een gleufje in gemaakt. Ja. Nou, ik gooi er een euro in. Oké. Okay. Dat moet ik op tafel doen, dat mag ik ook hierop doen. Ja, dat kan ook daar. Hoe deed je dat? Ja, ik doe dat dan iets onder, want ik denk, anders kijk je meteen in de cake. Oh, die moet niet in de cake. Dat is niet helemaal de bedoeling. Oh. Dus ik moet eerst nog wat onderleggen. Ja. Oh, dat is het gooien. Maar dan eigenlijk hoe de rest heet. Hè? Dus het goede woord om te gebruiken is dus vulva. Ja. En er zijn ook mensen die inderdaad het hebben over de vagina. Eigenlijk is het ook best een goed woord, hoor. Vagina ken ik wel, want ik ken vaak op de reclame op televisie als je vaginale klachten hebt. Ze zeggen niet, als je vaginale klachten hebt. Je hebt niet als je vulva klachten hebt. Nee, maar in principe klopt het ook wel wat ze dan zeggen, vaginale klachten. Omdat ze dan... Ja. Yeah. Maar wat weet je wat eigenlijk de vagina is? Nou, ik dacht gewoon dat dit alles het is. Dat alles het is. Nee, de vagina is dus... Kijk, ik ga hem even maken zo hier. Ja. Is dus het gaatje... Dit gat, yeah. Gaatje. En dat is dus het gaatje waar als je menstruatie, hè, dus als vrouwen ongesteld zijn, komt hier het bloed uit. Mm-hmm. Hier wordt een baby uitgeboren. In dat kleine gaatje? Ja. Dat kleine dingetje? Ja. En als je seks hebt, penis in vagina seks, dan gaat de penis dus hierin. Oké. Okay. Ja, met de seks. Dus dit is de vagina. Ja. Maar dit helemaal... Alles... Maar daar plassen ze ook uit? Nee, want het plasgaatje zit hier, iets boven. Oh. En dan hierboven, wacht, die zal ik ook even maken. Ik vind het wel interessant zo, hè? Ja, zo leer je nog eens wat, hè? Doe je dat zo, die lippen een beetje zoiets? Ja, een beetje omvouwen. Dat noem je lippen, toch? Wat zeg je? Noem je lippen, toch? Ja, dat noem je lippen, ja. Dat weet ik wel. Ja, ze worden ook nog wel vaak schaamlippen genoemd. Ja. Yeah. Daar willen we eigenlijk een beetje van af. Dus het liefste zouden we ze vulva-lippen noemen... Want ja, hey, er is toch eigenlijk ook niet iets voor je om te schamen, toch? Nee. Je hoeft je niet te schamen voor die lippen. Nee, met deze lippen, daar schaam ik ook niet voor. Nee, daarom. Dus het is eigenlijk een beetje gek dat we ze schaamlippen noemen. Terwijl, ja, ze horen gewoon bij de vulva. Kijk, nou. Dus we hadden het net over de vagina. Oh ja, die moet ik ook maken, hè? Ja. En dit was dus het plasgaatje. Kijk hoor, even kijken. Oh, niet te snel. Hier zit dan ergens de... Zoiets? Ja. Ja, heel goed. Ja? Ja? Hoe groot moet dat zijn? Ja. Dat is een beetje verschillend per vulva. Oh, dat is verschillend. Ja, hoe het aan de buitenkant eruit ziet, kan wel verschillend zijn. Oké. Okay. Nou, doen we het ongeveer zo. Ja. Vind ik wel mooi. En dan hadden we dus het plasgaatje. Wat is eigenlijk net zit er net even erboven. Die deze hebben, hè. Oh, dat is ja, een rondje, hè. Er zit een mooi puntje aan, ja. 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 Zoiets? Ja. Kijk. Kijk, en wat ik nu nog heb gemaakt, ja, is hier... Ik heb hier nog iets aan de bovenkant gemaakt. Een bolletje. Een bolletje, ja. Is dat gewoon een stukje, mislukt stukje of wat? Nee, dit is de clitoris. De clitoris? Ja, ja, je spreekt het uit als clitoris. Oh, ik ken het wel, maar dat noemden ze als dat clitoris. Clitoris. Ja, dat is ook goed hoor. Maar, en de clitoris zit helemaal bovenaan bij de vulva. Oké, dus dan moet ik dus hier doen. Ja. En wist jij zoiets? Dat... Ja. Dat de clitoris het fijnste, het gevoeligste plekje is voor vrouwen om aangeraakt te worden. Dus wat bij de mannen de eikel is, mm-hmm, als je de penis hebt, de eikel, want de eikel is het meest gevoelige. Ja. Dan is dat bij vrouwen, bij de vulva, is dat dus de clitoris. Oké. Okay. Dat is waar het meest prettig is. We zeggen wel eens, eigenlijk voor vrouwen, dus voor mensen die een vulva hebben... Ja. Is dit voor een baby te krijgen? Is dit om mee te plassen? En is dit voor de seks? Waarom zit dat dan niet meteen daarbij? Dat is een goede vraag. Waarom zit de clitoris niet bij de vagina in? Ja. Ja, ik snap wel dat je die vraag stelt. Want heel vaak denken we dat seks betekent dat de penis in de vagina moet. Ja. En dan denken we ook dat voor vrouwen het meest prettig is. Dat vrouwen dat is ook het meest fijn, dat het hier dus ook gevoelig is. Maar dat is niet zo. Nee, het zou eigenlijk wel een beetje gek zijn als hier ook een baby uitgeboren wordt. En dat het dan weer fijn is. En dat het dan ook zo gevoelig is als zo de clitoris is. Ja. Anders zouden we echt geen baby's meer krijgen, denk ik. Want dan is dat helemaal niet fijn. Dus eigenlijk is of de vagina... Of is seks niet meer fijn. Ja, dus de vagina is bedoeld, mm-hmm, is expres niet zo gevoelig. Oké.
Okay. Dus de clitoris is het meest gevoelige. Ja. En voor vrouwen het meest fijn. Oké. Okay. Weet je wat ik alleen nog ben vergeten bij deze? Nou. We hebben het nu gehad dus over de buitenste lippen, die ook wel schaamlippen worden genoemd, maar je kan ze dus ook vulva-lippen noemen. En er zitten ook aan de binnenkant lippen. Nog meer lippen? Ja, nog meer lippen. Dus ja, vrouwen hebben... vandaar dat vrouwen zoveel praten. Ja, toch? Ja, ja, ja. Zou het daardoor komen? Dat weet ik niet, maar ze zeggen altijd van vrouwen zoveel praten, maar... Nu snap ik hem. Ah, dat valt best wel mee. Ik vind jou ook wel vaak een hoop praten, hoor. Ja? Oh. Ja, ik had er ook wat van. Oké. Wat doen we nu? Nu gaan we dus de binnenste lippen maken. Okay, vroeger... Moet ik dus een klein stukje pakken? Het is ook... Oh, deze tafel plakt echt heel erg. Ja. Het was zo dat ze voorheen ook wel eens praten over grote schaamlippen en kleine schaamlippen. Wat ook een beetje verwarrend is, want de lippen die aan de binnenkant zit, dus de binnenste lippen, die kunnen ook best wel vaak groter zijn dan de buitenste lippen. Hoe doe je dat? Ik doe ze een beetje zo er tegenaan frummelen. Is het groter of moet het kleiner? Nee, maar het maakt niet zoveel uit, want voor elke vrouw, elke vulva is anders. Oh, dus maar eigenlijk zit er gewoon een dubbele wand in? Ja, een soort van dubbele wand. Ja, een dubbele doos. Dubbele doos. En ik ga het hier expres een beetje... Dus de binnenste lippen maak ik expres ook dus wat groter dan de buitenste lippen. Ja. Om te laten zien... Dat het ook kan. Dat dus heel normaal is. Mijn lippen wil niet blijven zitten. Oh. Een beetje vast duwen. Ja, daar ben ik wel bezig. Ah. Kijk. Ik heb dus nu hier, ze zijn ook niet allebei even gelijk. Dus je ziet dat de binnenste lip iets langer is dan de buitenste lip. En deze is zelfs nog iets langer ook dan die. Ja. En dat is dus heel normaal. Oké, ze hoeven dus niet gelijk te zijn. Nee, ze hoeven niet gelijk te zijn. En ze hoeven dus ook niet kleiner te zijn dan je buitenste lippen. En soms is dat wel zo, hè? Maar ik hoorde dat de mensen ook wel eens wat aan laten doen, toch? Maar dat is dan niet nodig. Ja, sommige mensen die denken inderdaad dat het dus niet normaal is als je binnenste lippen aan de buitenkant te zien zijn. Ja. En die laten dat dan inderdaad een stukje van afhalen door middel van een operatie. Terwijl, ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Sterker nog, dat is ook een beetje zonde van je vulva. Straks gaan er ook gevoelige plekjes weg. Ja, dat moet je ook niet hebben, hè? Nee. Is het zo wat? Nou, ik vind dat jij toch echt een ontzettend kunstige vulva hebt gemaakt. Dat vind je? Ja, dat vind ik echt. Ik heb er helemaal geen ervaring mee. Nou, zo ziet het er niet uit. Het ziet eruit alsof je echt gewoon veel vaker een vulva hebt gemaakt. Nou, dat is mijn, hè? Ja, heel mooi. Ja. Moet je het voor jou ook niet even goed zo naast elkaar houden? Zullen we eens even gewoon naar alle vulva's kijken die we gemaakt hebben? Dat is misschien wel een leuk ideetje. Ja. Want we hebben er inmiddels... inmiddels zijn we ervaren... Kutcake-kleier. Kijk. Ja. Die? Ja. Hier zie je dus, hè, bij deze, dat de buitenste lippen iets groter zijn dan de binnenste lippen. Dus dat kan dus ook. Ja. En bij deze zie je een soort van stoppeltjes, schaamhaar, want daar hebben we het ook nog niet eigenlijk over gehad. Schaamhaar. Ja. Er zit weer het stomme woord schaam erin. Ja, we moeten ons niet zo schamen. Nee, hè? Dus, nee. Ja, er wordt ook wel gezegd... Maar deze kan niet plassen. Er zit geen plasgaatje in. Misschien kan jij die even maken. Aan die kant. Dus eigenlijk zou het ook wel een idee zijn om het geen schaamhaar te noemen, maar gewoon vulva-haar. Kijk. Ja. Ja, vulva-haar. Vulva-haar. Maar bij mannen noem je het ook schaamhaar. Dan noem je het ook geen vulva-haar. Kunnen we penishaar noemen? Dat kan. Ja. Ja. Kunnen we gewoon van het schamen af, toch? Je bent al... Ja, ik heb de plasgaatjes vergeten. Ik ben blij dat jij even oplet, want anders zouden we toch echt enorme problemen krijgen. Ja, dan zou je vol de blaas krijgen. Ja, stel je voor. Dus, dat is leuk. Interessant. Hier kan ik niet eens zien of er een plasgaatje bij zit. Nee. Deze heeft wat grotere binnenste lippen. Ja. Zo zie je dus eigenlijk dat elke... vulva dus enorm verschillend is. Oh, wacht. Dat is nog een vulva-wording.
Maar goed, allemaal verschillende vulva's dus. Ik vind echt dat ze mooi gemaakt zijn. Ja. Die van mij zijn niet zo mooi als die van jou. Nou, maar ik vind het echt een prachtige vulva. Ja, vind je? Ja. Oh. Juist ook wat ik heb vrij bescheiden vulva's gemaakt. Maar, ja, maar dat is leuk juist. Oh, oké. Okay. Ja, dat laat ze je zien hoe verschillend ze zijn. Ja, dat is wel zo. Hé, maar nu hebben wij deze cutcakes gemaakt. Ja. Eigenlijk zouden het vulva-cakejes moeten heten dus, hè? Ja. Maar ja, dat klinkt minder leuk. Ja, want cupcakes, dat is dan eigenlijk de juiste grap. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de kijkers thuis. Hoe noemen jullie het eigenlijk? Noemen jullie het ook vulva of noem jij het anders? En ben jij tevreden over jouw vulva? Vagina en zo. Nee, geen idee. Dat ik klachten heb met mijn lichaam. Ja. Dan ga ik het uitleggen en dan helpen ze je. Vagina zelf natuurlijk. En als we het straaltal zijn dan pussy en zelf zeg ik zo nu en dan wel eens schaamstreek of zo. Het is meer op het moment zelf, als ik mee bezig ben, dan heb ik wel zoiets van oké. Dat zou ik dan ook nog wel zeggen. Ja, gewoon de vagina. Of de clitoris, kun je dat noemen. Maar ja, ik praat er eigenlijk nooit over. Ja, ik bedoel, dat is niks van mij natuurlijk. Dat is vrouwelijk geslacht, joh. Nou, grappig om te horen dat er zoveel verschillende namen gebruikt worden, hè, voor de vulva. Dat zeiden we net ook al, hè, dat voor de vulva wel heel veel andere woorden gebruikt worden. Ja. Toch is het best handig om het vulva of vagina te noemen dan. Want stel je nou voor dat je ergens last van hebt of zo, hè? Dus Dus je hebt pijnklachten eraan of het jeukt of zo heel erg. En dan stel je gaat naar de huisarts of je wil het aan iemand anders vertellen. Dan is het toch best handig dat je kan zeggen, ja, ik heb eigenlijk een beetje last van mijn vulva. Het jeukt daar heel erg. Dan snapt iemand meteen wat je bedoelt. Nou ja, vulva was niet een woord wat ik meteen begreep. Ja, dat is waar. Vagina, ja. Ja. Maar stel je nou voor, ik ken bijvoorbeeld ook mensen die noemen het bloem. En ik ik heb daar last van en ik zeg tegen jou, oh, ik heb echt zo last van mijn bloem, het jeukt heel erg. Dan denk jij, ja, waar heb jij het over? Ja, misschien moet je een bloem plukken. Ja, snap je? Ja. Dus het is best handig als we een handig woord gebruiken daarvoor. Ja. Die daarvoor bedoeld is. Net zo goed als dat dit onze neus is en dat onze ogen en dat onze oren. Hey, dit onze vulva. Maar goed, eigenlijk is er nog veel meer te vertellen over de vulva. Ja? Ja, dus we hebben nog wat feitjes op een rij gezet. Ja. Hier komen ze dan, Judith en Sebastiaan. De feitjes over de vulva op een rijtje. Echt elke vulva is uniek. De kleur en de vorm verschillen per vrouw. Ook de schaamlippen zijn bij iedereen anders. Alle vulva's zijn normaal en goed. De vulva maakt zichzelf schoon. Je hoeft haar dus niet te wassen met zeep. Sterker nog, doe dat niet. Wanneer je dit wel doet, verstuur je de natuurlijke balans. Je krijgt dan veel sneller schimmelinfecties. Je kan ervoor kiezen om je schaamhaar weg te halen. Maar schaamhaar heb je niet voor niets. Het beschermt je vulva tegen bacteriën en huidproblemen. Seks met jezelf heet masturberen. Bij vrouwen noemen we dat ook wel vingeren. Het is heel normaal en oké als je dit doet. Oké, nou, fijn die feitjes weer allemaal op een rij. Zo komen we toch echt een hele hoop meer te weten. Ja, vandaag. Absoluut. Ja. Waar we het nog niet over hebben gehad. We hebben het gehad over hoe noem je het. We hebben het gehad over dat ze er allemaal verschillend uitzien. We hebben het ook gehad over waar het meest gevoelige plekje zit, hè? Helemaal bovenaan, bij de clitoris. Waar we het nog niet over hebben gehad, is over wassen. Hoe was je je vulva? Ja, hoe hou je hem schoon? Ja. Geen idee. Nou, ik denk dat jij dat wel weet. Zeker. Kijk. Eigenlijk is het belangrijkste wat je moet weten, dat je de vulva niet met zeep wast. Niet? Nee. Nee. Daar kan ze helemaal niet goed tegen. Want dan, krijg je juist, ja, nou, dan krijg je juist jeuk bijvoorbeeld. En juist dat ze vervelend gaan doen. Dus eigenlijk, ja, wat het belangrijkste is, is dat je een washandje gebruikt. Laten we even dit aan de kant zetten. Oh ja, laten we dat even aan de kant zetten. Zo, op. Dus, je pakt een washandje. Zal ik hem vasthouden? Dan kun jij het goed laten zien. Oh ja, dat is, valt wel mee hoor. Oh. Je pakt een washandje. Je doet er eigenlijk alleen maar warm water op.
En je gaat wel op een zachte manier. Dus je gaat niet heel hard duwen. Want als je te hard duwt, dan dat is ook niet goed. Hè? Daar kan ze niet zo goed tegen. Dus je gaat gewoon een beetje zo hop hop er doorheen. Ja. Dus je zorgt ervoor, als je het alleen maar echt aan de buitenkant doet. Hè, dus stel je voor dat dit een beetje zo dicht zit. Dus als je alleen maar aan de buitenkant doet, dan maak je het niet goed schoon. Dus je doet het wel een beetje openmaken. En ofwel, je doet met je... Als je onder de douche staat bijvoorbeeld, dan stroomt het water al. Doe je een beetje zo met je hand. Of je doet met een washand en dan een beetje zo schoonmaken. Ja. En het belangrijkste is eigenlijk geen zeep gebruiken. Geen zeep? Nee, geen zeep en zachtjes. Niet dus al te hard. Geen zeep, zachtjes. Niet schrobben. Je moet hem niet gaan schrobben. Je moet hem niet gaan schrobben. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, weer wat geleerd. Anders heb je last van een kutzooi. Anders heb je last van kutzooi, ja. 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 Hey, het enige wat wij dan nu nog moeten doen is een balletje trekken voor de aflevering van de volgende keer. Oh, nou jij mag het nog een keer doen. Echt? Ja, ik wil het dan gewoon een keer. Ja, laat het gewoon nog een keer doen. En ik denk nu dat ik een oranje walpak. Oké, de volgende keer gaan we het hebben over onzeker zijn over je lijf. Oeh. Vind ik interessant. Ik ook. Ik ben, moet ik eerlijk zeggen, ook best wel eens onzeker over mijn lijf. Ja. Dus goed, goed idee. Ja. Oké, nou, een hoop geleerd vandaag. Wil jij, heb je zin in een cakeje? Ja. Ja? Ja. Oké, welke wil jij? Waar heb je zin in? Die, ja. Ja, ik neem deze. Deze? Ja. Oké. Nou, zullen we die meenemen voor onderweg? Ja, is goed. Oké. Nou. Oh ja. We vergeten helemaal iets. Ja, ik zat al zo lekker te genieten. Ik dacht al bijna, ik heb zo zin in die cake. Jij begon over die cakejes. Ik denk, we gaan snel naar huis. Nou, vergeten we toch. Wat zijn we nou vergeten? We vergeten jullie helemaal te vragen. Want wij vinden het ontzettend leuk om elke keer weer een aflevering te maken over je lijf en over de liefde en over seks. Ja. Dus, als jullie daar nou een vraag over hebben, stuur ons die. En mail dan naar lijfenliefde@philadelphia.nl. Of stuur een kaartje naar dit adres. En dan komen we er heel graag in onze aflevering op terug. Oh ja, en misschien goed om te weten. We gaan natuurlijk niet vertellen wie die vraag heeft gestuurd, hè? Nee. Dus het is volledig anoniem. Ja. Oké, nou. Ik ga nu niet zeggen dat Jantje dit heeft gestuurd. Oh. Nee, dat is ook helemaal niet zo. Nee. Nou, ik ga naar huis. Lekker. Ik ook. Keekje van onderweg. Keekje van onderweg. Yo. Ja, nou, bedankt. Yo. Ik vond het wel een kut aflevering, hoor. Vond je het een kut aflevering? Ja. Echt? Ja.